is lekker boompje. Het is een lekker boompje. Het is een heel erg lekker boompje. Ja, het is niet zo zwaar ook. Nee, maar we moeten wel de trap op. Wel. Hier. Oh, ja. Ik weet niet of je het doet. Ik zou gaan. Oh, de hond. Jij bent Bo. Ja, klopt. Dit is Ridder René. Dit is Ridder Bas. Ja, maar we begrepen dat je de kerst een beetje zou overslaan. Dus je hebt toch geen tijd van druk, druk, druk. Klopt, ja. Je moet werken met kerst. Je moet werken met kerst. Ja. Dus geen kerstboom? Nee. Ja, dat kan niet, hè? Nee. Maar dat kan niet. Ook al moet je werken met de kerst. En zeker als je zo goed werk doet als jij, verdien je wel een kerstboom. Je hebt een druk en bijzonder jaar. Zeker, ja. Ja. We hebben een kerstboom voor je, maar die staat daar. Ja, deze is te klein. Want deze is eigenlijk gewoon, ja. Ik kan wel even een jas aantrekken. Zou ik maar even doen. Ons kerstchalet. Precies. Dit wordt de boom. Dit wordt hem echt. Dit is hem. Echt de boom. Okay. Kijk, dit wordt de boomboom. Maar als het goed is, gaat nu hier het licht aan. Oh. Maar er moet nog wel wat bij, hè, Bo. Entree. Erin. Dat moet niet te bescheiden. Niet te bescheiden. Ik bedoel, dit was best wel een jaar in de zorg te werken, hè? Ja, zeg dat wel, ja. Wat heb je allemaal, wat heb je allemaal meegemaakt? Nou ja, de deuren gingen op slot. Dus de bewoners die konden niks. En die waren op ons aangewezen. Het is natuurlijk ik vond het heel emotioneel om te zien. Mensen willen toch naar buiten en de deur moest open. En ja. Dus dat was wel heel moeilijk, ja. Hoe lang werk je nu in de zorg? 4 jaar. Ja, en dan maak je zoiets mee, hè? Aan het begin van je carrière. Ja, dat was wel heel moeilijk, ja. Iemand bij jou in de omgeving heeft gevraagd of wij bij jou langskwamen. Heb je een idee wie? Het begon wel een beetje dat mijn moeder in één keer vanochtend bij me aan de deur stond. En, dat doet ze anders nooit op maandagochtend om 9 uur. Nee, ze werkt altijd op maandag. Oh ja. Kom erbij. Ja, kom erbij. Mama Bo. Mama Bo, ja. Bo is enorm trots op zichzelf en terecht. Ja, nou zeker. Maar hoe zeker. Trots bent u? Nou, hoe trots kan je zijn? Heel trots. Ik vind dat ze heel goed doet. En op 22 jaar een huisje kopen. En dan nu in deze moeilijke tijd toch school. Daarvoor heb ik eigenlijk ook geschreven. Heb je verdiend. Hele fijne kerst. Dankjewel. En een heel mooi nieuwjaar.